Ophef in Groot-Brittannië over de heldenontvangst in Libië van de man die veroordeeld was voor de aanslag boven het Schotse Lockerbie. De 57-jarige Libiër Al-Megrahi werd gisteren vrijgelaten uit de gevangenis omdat hij stervende is. Hij had levenslang gekregen voor de Lockerbie-aanslag in 1988, waarbij 270 mensen om het leven kwamen. Duizenden mensen waren naar het vliegveld van de Libische hoofdstad Tripoli gekomen om Al-Megrahi te begroeten. Hij werd bestrooid met rozenblaadjes, omhelst, toegejuicht. De Libiërs zien de terugkomst van Al-Megrahi als een overwinning. De heldenontvangst is helemaal verkeerd gevallen in Groot-Brittannië. I think most people looking at those pictures would find them pretty distasteful. This man was convicted of murdering 270 people in one of the worst atrocities we've seen in this country. Maar heel erg hoog zal deze affaire waarschijnlijk niet oplopen. Daar zijn de Britse oliebelangen in Libië weer te groot voor.